Meester Pieter van Vollenhoven spreekt zich uit over de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Er is van alles mis met het rapport over visverwerker Foppe in Harderwijk. Goedenavond. En verder, geliefd als burgemeester en een echte netwerker was hij. Burgemeester Henk Aaldrink van Bronckhorst is vandaag overleden. En van blazen krijg je meer lucht. De mondharmonica in de strijd tegen longproblemen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid zat fout in het rapport over de salmonella-crisis. Dat zegt meester Pieter van Vollenhoven. Opmerkelijke kritiek, want Van Vollenhoven is oud-voorzitter van die raad. Hij denkt dat in het onderzoek naar de voedselvergiftiging bij visverwerker Foppe in Harderwijk het een en ander over het hoofd gezien is en er te positief beoordeeld is. In 2012 werden duizenden mensen ziek en zeker 4 mensen overleden na het eten van besmette zalm van Foppe. Je kan altijd een fout maken in je rapport, wat ik vervelend vind, maar daar moet je open voor staan, dus je moet lering trekken. Dus in de raad moet de vraag worden gelegd worden, is het voor jullie begrijpelijk eigenlijk? Als je nu kijkt naar alles wat we hebben gedaan, dat er toch steken zijn gevallen ook daarvoor. Hoe kan je in zo'n korte tijd komen van een goed bedrijf eigenlijk naar de rode kaart? En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Hebben jullie een aantal dingen in het verleden niet gezien? Daar kan de raad best over zeggen. Zijn ze verkeerd voorgelicht door de inspectie of hebben ze inderdaad dingen niet gezien? Daar moet je eerlijk over zijn. Want anders gaat dit toch op een zeker moment meespelen. Dat je zegt, heeft de raad zich vergist? En dan word je onzeker ook over de andere rapporten. Dus de raad moet dat zelf oplossen. Later in onze uitzending praten we verder over de zaak Foppe en de onderzoeksraad. Vanmiddag is in het bijzijn van zijn familie, thuis in Steenderen, burgemeester Henk Aaldrink van Bronckhorst overleden. Hij is 65 jaar geworden. Aaldrink was al een tijd ziek. Als burgemeester was hij zeer geliefd, ambitieus, een echte netwerker met hart voor zijn gemeente en voor de Achterhoek. Afgelopen zomer. Een emotionele bijeenkomst in het gemeentehuis van Hengelo. Totaal verrast krijgt burgemeester Henk Aaldrink de koninklijke onderscheiding, opgespeld door commissaris van de koning en lotgenoot Cornielje. Beide hebben een ongeneeslijke vorm van kanker. U had hem liever over 10 jaar willen krijgen. Ja, ja. Henk Aaldrink ten voeten uit. Strijdbaar. En zeker niet van plan om op te geven. Hij wilde leven. Aaldrink stond bekend als een ras bestuurder met een enorm netwerk. Critici vonden dat hij te veel in Den Haag en Brussel zat. Zelf vond Aaldrink die kritiek onzin. Het was gewoon nodig om daar te zijn, om zoveel mogelijk voor de Achterhoek en zijn gemeente Bronckhorst binnen te halen. 10 jaar lang zwaaide hij er de scepter en maakte veel mee, zo vertelde hij onlangs in een interview eind januari. Wat me dan toch het meest bijblijft natuurlijk is de... Al in 2006, hè, blikseminslag, hè, waarbij Sophie Wulling eigenlijk 14 jaar om het leven kwam en de wethouder Wiggers. Dan 2007 erachteraan, hè, het familiedrama in Hengelo. En dan natuurlijk de hele discussie rond 4, 5 mei, waar ik mij ontzettend gestoord heb aan het feit dat er zo'n vliegtuigje naar boven vliegt van Forden is fout. Dan denk ik bij mezelf, welke idioot doet dat? En toen was opeens daar die kanker. In de zomer van 2013, tijdens zijn vakantie in Portugal, werd hij doodziek. Een tumor. Een paar maanden legde hij zijn werk neer. Maar 1 januari 2014 wilde hij, strijdlustig als hij was, weer aan het werk. In een openhartig interview deelde hij zijn gevoelens. Ik denk, goh, ik heb 5 kleinkinderen. Misschien 5 dopjes aan die kist. Laat die kinderen de dopjes van die kist dichtdraaien. Dat lijkt me wel. Ik heb dat ook bij mijn vader gedaan. Henk Aaldrink. In 2012 werd hij verkozen tot beste bestuurder van Nederland. Hij is 65 geworden. Ja, een uitgebreid portret over Henk Aaldrink staat op onze website gld.nl. Tijdens de wedstrijd NEC-Roda JC volgende week wordt stilgestaan bij het overlijden van NEC-fan Rocky. De 32-jarige Nijmegenaar was lid van supportersvereniging Harde Kern Nijmegen. Hij kwam dinsdagavond om het leven op station Wiegen nadat hij bij een ruzie op het spoor sprong om een andere man te achtervolgen. Hij werd geraakt door een passerende trein. Gisteren kwamen meer dan 100 mensen bij elkaar om Rocky te herdenken op station Wiegen.
De vier personen die na de ruzie werden aangehouden zijn weer vrijgelaten. Ze zijn volgens de politie niet verantwoordelijk voor de dood van de Nijmegenaar. En dan gaan we naar Epe. Dat wordt aan de noordkant afgesloten door een wilteraster van 5 kilometer lang. Tenminste, als het aan de gemeente ligt. En het hek kost 2 ton. Het moet de zwijnen uit het dorp houden. Maar er is wel veel weerstand tegen het hek. Het snijdt hier lang zo en dan komt het hier parallel. En dan gaat het daar echt het mooie onbedorven bos verder in. En wat betekent dat voor die 2 wandelpaden hier? Dit wordt afgesloten en een aantal die krijgen een klaphekje. En dat vindt hij slecht voor de natuurbeleving en het natuurtoerisme. Het hek moet tussen camping De Jagerstee, dat al omheind is, en begraafplaats Norrelbos komen. Ook daar staan al hekken. Zo moeten de wilde zwijnen buiten het bewoonde gebied gehouden worden. 11. Nog 1. Want in 2008 liepen de varkens in het dorp. Maar de situatie nu is anders. De kans is klein dat het nog eens gebeurt, dat zegt het faunabeheer. Want er is genoeg eten in het bos. De varkens hebben het goed? Ze hebben het goed. Maar ik durf niet te garanderen dat ze het nou 3 jaar achter elkaar goed hebben en dan plotseling heel slecht. Ja, dan zal er wel weer zo'n varken een epe binnenwandelen. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, hoe erg is dat eigenlijk? En zo denken meer mensen in Epe erover. Tijdens de presentatie van de plannen in 2013 kwamen er bijna 300 reacties binnen bij de gemeente. Doet u daar wat mee? Ja, we hebben wel degelijk overleg gehad, maar uiteindelijk moet je een keer een keus maken. En de vereniging Behoud Kwaliteit Epe die heeft inderdaad een aantal handtekeningen verzameld. Maar uiteindelijk heb ik van de rechter wel de opdracht om tot een structurele oplossing te komen. En dat is een hek. Vanavond worden de bezwaren, onder andere die van Luc Lanting, gehoord in een hoorzitting. Daaruit volgt een advies aan het college en zij moeten dan de knoop doorhakken. Het was tijdenlang het meest besproken dier van Nederland. Orca Morgan van Harderwijk verhuisd naar Tenerife. Hoe is het toch met haar? Opluchting bij het personeel van Dierenpark Wissel in Epe. De meeste medewerkers kunnen aan het werk bij de andere dierentuinen van nieuwe eigenaar Libema. De voormalige eigenaar van het dierenpark ging vorige maand failliet. 2 andere parken van die eigenaar maken een doorstart, maar voor Dierenpark Wissel is dat niet mogelijk. Voor de dieren wordt een nieuw thuis gezocht bij andere dierentuinen. Ook voor het personeel wordt een oplossing gezocht, maar het nieuws van het faillissement hakte er wel behoorlijk in. Ja, het komt als een mokerslag binnen. Ik kan het nog helemaal niet echt goed beseffen. Maar ja, we moeten verder. We kunnen niet terugkijken in het verleden. De toekomst staat voor ons, dus we gaan met z'n allen verder. 6000 boeken zijn ingeleverd bij het dorpshuis in Wolfhezen. Omdat echte bibliotheken verdwijnen, wilde de beheerder een mini-bieb beginnen waar mensen gratis boeken kunnen lenen. En dat heeft hij geweten. Inwoners stonden massaal hun boeken af. Van oude exemplaren uit 1890 tot ongelezen boeken nog in het plastic. Komt-ie hoor. Yo. Nou, dit zijn de boeken die we dus allemaal gesorteerd hebben en gestickerd en een stempel voorzien. Deze kasten hebben we dus ook gekregen. Hier staan de non-fictieboeken. En dan hebben we hier nog de voorraad die we nog moeten behandelen. Maar die zijn gisteren ook nog binnengekomen. Ongeveer 24 verhuisdozen vol met boeken. Zaten er een beetje goede boeken bij of was het allemaal oude meuk? Nee, er zitten mooie boeken bij. Ja, je kan echt merken dat de mensen er toch wel zorg voor hebben gedragen om mooie boeken aan te leveren. Wat vindt u van het initiatief? Geweldig, geweldig, geweldig. Ik ben een vreselijk boekenmens. En ik leef tussen de boeken. Ik heb er thuis ook nog een paar duizend staan, denk ik. En ik kan niet zonder. De mollen- en muizenoverlast in Waaldijk bij Druten is zo groot dat waterschap Rivierenland genoodzaakt is om de dieren te gaan vergassen. Als er niets wordt ondernomen, dreigt de dijk te verzwakken. Er wordt overgegaan op vergassen omdat andere methoden niet werkten. Muizen en mollen ademen de gaslucht in via speciale pillen die in de mollengangen worden neergelegd. Het middel heeft verder geen schadelijke gevolgen voor het milieu. Het gaat nog om een proef. Als het goed werkt, wordt het middel ook op andere plekken in het rivierengebied ingezet. Door blazen krijgen ze weer lucht. En daarom krijgen Doetinchemse ouderen met longproblemen les met een mondharmonica. En dat levert nog verrassende deuntjes op. Na een aantal lessen spelen deze ouderen al snel The Rose van Bette Midler. En vader Jacob doen ze zelfs in kanon. Thank you.
Maar het gaat hier niet alleen om muziek maken. Vooral de gezondheid staat centraal. Deze muzikanten hebben allemaal problemen met ademen door bijvoorbeeld chronische longaandoeningen. Nou, ik word erg schor. Zoals nu al een beetje. En dan zegt mijn vrouw tegen me, ga jij maar eventjes blazen. En dan gaat het vanzelf wat over. Ja, het helpt. Het constant blazen en inhaleren zorgt ervoor dat hun longen beter functioneren. Zodat ze dus iets beter uit de voeten kunnen met hun probleem. We kunnen het niet oplossen, maar we kunnen wel iets meer genoegen eraan geven. Dat ze er iets beter mee overweg kunnen. Okay. U zag het al in het begin van onze uitzending. Bij het onderzoek naar de besmette zalm van visverwerker Foppe in Harderwijk zijn fouten gemaakt. Er zijn zaken over het hoofd gezien en het is niet te begrijpen dat Foppe in 2013 werd beoordeeld als een van de beste visbedrijven van Nederland. Het zijn woorden uit de mond van meester Pieter van Vollenhoven, die zelf jarenlang voorzitter was van de raad. Visverwerker Foppe, Paling en Zalm. Het familiebedrijf heeft in Harderwijk 2 bedrijven en 1 bedrijf in Griekenland. In 2012 zat in de Griekse zalm de salmonellenbacterie, die duizenden slachtoffers maakte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid maakte een rapport over die voedselcrisis. En in dat rapport staat een opvallende passage. Het bedrijf stond bij de inspectie bekend als een modern bedrijf en werd binnen de vissector tot de betere bedrijven gerekend wat betreft de aandacht voor de aanpak van voedselveiligheid. Maar uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat Foppe al vanaf 2010 allerlei regels en wetten aan de laars lapt. De NVWA heeft meerdere boetes en waarschuwingen uitgedeeld. Foppe kreeg vorige week de rode kaart van de minister, die nu zelfs dreigt de vergunning in te trekken, omdat het bedrijf nog steeds structureel de wet overtreedt. Die bacterie, dat risico wat daar verbonden is, dat kenden ze niet eigenlijk en dat was in de sector niet bekend. Nou, dat onderschrijf ik wel als hoogleraar risicomanagement, want dat kan voorkomen, dat je niet al je risico's kent. Maar wat er verder nog eens in dat rapport bij stond, dat het bedrijf gunstig bekend stond bij de toezichthouders. En dat is merkwaardig, dat dit bedrijf nu eigenlijk met de rode kaart wordt bedreigd door de minister. Omdat het een van de bedrijven is, het enigste bedrijf wat eigenlijk waarbij staat structureel de regels overtreedt. Nou, dat is eigenlijk onmogelijk bijna om te begrijpen als je het bedrijf door de raad nog relatief als gunstig bekend staat wordt geschetst in 2012 en dat je nu 2014, 2015 in de situatie komt dat je ergens gaat praten of die vergunning moet worden ingetrokken. Nou, dat is vreemd. Van Vollenhoven vindt dat de onderzoeksraad terug moet komen op haar bevindingen. Dat is geen probleem, je kan altijd een fout maken in je rapport, wat ik vervelend vind. Maar daar moet je open voor staan, dus je moet lering trekken. Dus de raad moet de vraag worden gelegd worden, is het voor jullie begrijpelijk eigenlijk? Als je nu kijkt naar alles wat we hebben gedaan, dat er toch steken zijn gevallen ook daarvoor. Hoe kan je in zo'n korte tijd komen van een goed bedrijf eigenlijk naar de rode kaart? En dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Hebben jullie een aantal dingen in het verleden niet gezien? Daar kan de raad best over zeggen. Zijn ze verkeerd voorgelicht door de inspectie of hebben ze inderdaad dingen niet gezien? Daar moet je eerlijk over zijn. Want anders gaat dit toch op een zeker moment meespelen dat je zegt, heeft de raad zich vergist? En dan word je onzeker ook over de andere rapporten. Dus de raad moet dat zelf oplossen. Dat tast de geloofwaardigheid aan van de raad. Kan niet, je hebt dan de schijn tegen dat je zegt, het komt zo vreemd over. Dus ik geloof het verstandig is als de raad daar even op terugkomt. Van Vollenhoven vindt dat de overheid de afgelopen decennia zijn oren te veel heeft laten hangen naar het bedrijfsleven. Voedselveiligheid zou vooral als een kostenpost worden gezien en winst maken in de weg zitten, met voedselschandalen tot gevolg. En er wordt ook verder gezegd in het tijdperk van de zelfregulering, laat de veiligheid aan de sector, aan de organisatie zelf over. We willen geen betutteling door de overheid op afstand. Wij zijn verantwoordelijk en wat zie je in de praktijk bij al die onafhankelijke onderzoeken? Dat die sectoren A niet weten wat hun eigen verantwoordelijkheid inhoudt. En dat veelal de veiligheid niet erg serieus wordt genomen en dat economie wint. En dat is de reden dat ik op grond van al die onafhankelijke onderzoeken, daar ben ik ook naar de Tweede Kamer van geweest, het is fantastisch dat we hebben, maar je ziet iedere keer dezelfde oorzaak.
dat men zich, als je zegt laat die veiligheid aan de sector zelf over, dat die sector die verantwoordelijkheid niet waarmaakt. Na aandringen van de Tweede Kamer heeft de NVWA weer meer inspecteurs mogen aannemen. Foppen kan inmiddels rekenen op een wekelijkse controle. En ook andere visbedrijven worden volgens de minister vaker bezocht. De Onderzoeksraad voor Veiligheid legt de kritiek van Van Vollenhoven naast zich neer en blijft bij de inhoud van het rapport. Het hele interview met professor Meester Pieter van Vollenhoven kunt u vinden op onze website gld.nl. En dan gaan we naar Orca Morgan. Kent u haar nog? Hoe zou het toch met haar zijn? Verzwakt werd ze jaren geleden uit zee gevist en vervolgens knapte ze op in het dolfinarium Harderwijk. En eenmaal op kracht ging ze naar een zeedierenverblijf op Tenerife in Spanje. En daar is ze nog steeds. Morgan dartelt vrolijk rond tussen vijf andere orka's in Loro Parque op Tenerife. Volgens de tegenstanders van het plan om haar hieronder te brengen zou ze niet kunnen overleven. Well, she's doing really fine. He's very integrated in the group of animals, and she's growing and gaining weight because she's a young animal. So she's doing really well. She's 2,000 kilos right now, and she's 5 meters long. Onderzoek heeft uitgewezen dat Morgan wel een gehoorprobleem heeft. And we are now preparing a new test in which we can determine if she's totally deaf or she's still having a little subtle hearing. So she's communicating with them with this kind of contact, physical contact and gestures. De vraag blijft natuurlijk of ze had kunnen overleven in de oceaan. Probably not, because the main concerns about releasing the animal back was to find her family, which was not possible at all. En dit is wat Morgan er zelf over te zeggen heeft. Nou, klinkt tevreden volgens mij. En dan nog het weer. Vandaag met Dennis Wild. Morgen krijgt de zon vrijwel nergens te zien in Gelderland, want dan is het overwegend bewolkt en is het ook deels nat in de provincie. Maar in het weekend komt hij wel weer tevoorschijn, ook al is het dan niet overal droog hoor, want we gaan over naar een wisselvallige weertype. Vandaag trok de wind al aan op nadering van deze storing. Uiteindelijk neemt vanavond de bewolking verder toe en gaat het op steeds meer plekken ook regenen. We hadden tot nu toe te maken met vrij rustig winterweer, deels grijs, maar op veel plaatsen vandaag ook de zon hoor, die behoorlijk uitbundig doorbrak. Nou, dat is eventjes verleden tijd. De wolken die worden steeds dikker vanuit het westen en dan is het vannacht overal nat. Het wordt niet kouder dan een graad of 4 met een stevige wind uit een zuid- tot zuidwestelijke richting. En morgen trekt de meeste regen geleidelijk weer de provincie uit. Ja, het is dan een deel van de ochtend ook wel droog, denk ik. Misschien wat gemiezer her en der. En veel van die grijze wolkenvelden, ja, die blijven voorlopig. En daarboven worden de wolken in de middag weer dikker. En dan gaat het opnieuw regenen in de namiddag en avond. Plens het soms flink door. Temperaturen morgen een graad of 7 met nog altijd die matige wind uit die zuid- tot zuidwestrichting. Ja, en dan het weekend. Zaterdag flinke plensbuien. 'S middags ook wel ruimte voor de zon en temperaturen rond een graad of 5. Even wat killer, misschien ook een hagelbui erbij. In de nacht en zondag temperaturen rond het vriespunt of zelfs net eronder. Ja, en dan zondag op een enkele bui na droog met ook wat zon. Maar begin volgende week ja, keert de wisselvalligheid gewoon weer terug. Dit was Gelderland Vandaag. Een gedreven man, een netwerker en een geliefd burgemeester. Henk Aalderink is vandaag op 65-jarige leeftijd overleden. Hij had kanker. Tot zover. Meer op gld.nl, waar u vanavond ook de Nederlandse primeur ziet van de reizende tentoonstelling over het leven van Anne Frank, en dat is in dieren. Fijne avond nog. Dag.